Bon dia, bon dia, nieuwe dag en weer een nieuwe vlog. Carnaval in Brabant, man. Carnaval in Brabant. Alleen we gaan dat niet doen. Je weet het. Als we tegenkomen, komen we tegen. Maar wij gaan nu richting Breda. Want we hebben een lamp nodig voor onze slaapkamer. Aangezien de bed volgende week komt, missen we een lamp. Komen we achter. Dus die lamp gaan we halen. Gisteren hebben we natuurlijk een kast in elkaar gezet in de schuur. En daar willen we wat opbergboxen voor gaan halen. Voor op de planken. We kunnen de dingen stofvrij daar staan. Dus daar gaan we ook op zoek naar. En voor de rest weet ik niet, man. Ga mee en je gaat het vanzelf zien. Spreek je zo. Dit is bij Profijt Meubel. En we gaan die kast hier halen. Omdat het een aanvulling is op de set die we nu hebben. Kijk, daar is mijn tv-kast. Woontafel, et cetera. Dus we gaan die halen. En dan hebben we de complete set. Yes. Zo, we zijn net naar kassen geweest. Een paar leuke accessoires gehaald voor het huisje. We hebben ook een... wat voor kast was dat? Wat zei ze hier voor kast? Hoe heet dat ding? Ik weet niet wat voor kast. In ieder geval, ik heb het laten zien. Die set hebben we. Alleen we misten, van heel de set misten we twee kasten. Maar toen hadden we zoiets van, weten we niet. Maar nu dat alle meubels staan, had ik zoiets van, er mist iets. Dus die hebben we, hebben die kast net gehaald. Alleen raad is, 12 weken. Over 12 weken ga ik dus weer, ga je weer waarschijnlijk in mijn vlog zien dat ik weer een kast in elkaar aan het zetten ben. En we hebben, wat hebben we nog gekocht? Oh ja, we hebben nog bij Profijt Meubel wat andere accessoires ook gehaald. Nu gaan we, houden naar Intertuin, maar schijnbaar wegens carnaval is die dicht. Of gaat die vroeg dicht. En dus we gaan nu even kijken, wat gaan we doen? Eten? Ik heb geen honger, jij? Niet echt honger, nee. Hebben we gegeten? Ja, 3 hotdogs. Oh ja, we hebben gegeten bij Ikea. Hotdogs, sowieso. Sowieso. You have to save that money. Sowieso. 80 cent hotdogs of 70 cent zelfs. Ik had er 3. Ja, ik weet verder niet wat we vandaag nog gaan doen. Sowieso moeten we nog eten. Je gaat het zien, man. We gaan kijken waar we gaan belanden vandaag. Bon dia, nieuwe dag, nieuwe vlog. Gisteren kon ik niks meer filmen, omdat er iets onverwachts gebeurd was. Waarvan ik gewoon... Ik was geschrokken. We gingen boodschappen doen. En toen we thuis kwamen, hier voor de deur heb je een paar trails. Was mijn vriendin een soort van, ja, hoe zeg je dat, uitgegleden bij een van die trails. En ze was gevallen. Niet zomaar gevallen, maar echt flink gevallen. Waardoor haar enkel dubbel ging. En weet ik het allemaal, het was echt dik met een uitbarsting. Weet ik veel hoe je dat zegt. Dus ik moest ineens andere dingen doen. Vooral helpen, weet je, been omhoog, ijs erop, weet ik het allemaal. Ze kon niet meer lopen, ze kon niet meer steunen, opstaan of wat dan ook. We hebben gebeld met de huisartsenpost en in verband met carnaval of weet ik veel wat er aan de hand was, hebben we pas vanochtend dus een afspraak gekregen. Daar gaan we dus nu naartoe. Zij denkt zelf niet dat het gebroken is. Dat kan zij weten, ik weet dat niet. Zij is dokter, ik niet. Maar ja, goed, het voelt dus sowieso niet goed aan en het ziet er ook niet goed uit. Dus waarschijnlijk is er iets gescheurd of weet ik veel. En daar gaan we dus nu naartoe. Ik weet niet als ik kan vloggen. Jullie gaan het vanzelf zien, want of zo. Ja, maar we gaan even richting ziekenhuis. Ze kan echt niet lopen. En, we hebben een afspraak. Ik moet even haasten, want 11 uur moeten we daar zijn. Het is al 10:50. Spreek jullie zo. Zijn hier bij de huisartsenpost. Snel naar binnen. Mijn vrouwtje heeft pijn. Ja, dat was best snel. Ze is al geholpen. Ik ga de auto halen en haar weer ophalen met de rolstoel. Gaat het? Yes, we zitten weer in de auto. Best snel geholpen. Haar voet is gelukkig niet gebroken. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ze heeft steun nodig. En noem je zoiets? Zwachtend. Nee, om mee te lopen bedoel ik. Ook krukken. Ja, ook krukken, ja. Ze heeft krukken nodig, maar het is vandaag natuurlijk zondag en ze zijn dicht. Dus morgenochtend gaan we gelijk even dat halen. Dan kan ze in ieder geval een beetje mee lopen. En misschien gewoon kunnen gaan werken van de week.
Dus dat. En voor de rest heb ik geen idee wat er op de planning staat vandaag. Want het is allemaal onverwachts gebeurd. Dus ik ga nu naar huis. We moeten natuurlijk wat eten. En daarna zien we het wel, man. Tot zo. Yes, we zijn inmiddels weer thuis. Aan mijn vrouwtje. Kijk, ligt hier met haar voetje omhoog. Dat betekent dus, ze is uitgeschakeld. En ga even ontbijt maken. Want zondag, zaterdag zondag is haar beurt om ontbijt te maken. Dat is onze afspraak die we hebben. Ga even snel een ontbijtje maken. Lekker omeletje aan het maken met spek. Duidelijk veel kaas erop, je weet het. Kijk eens aan, man. Orange juice, chouderans. Zo doen wij dat. Zondagochtend dingen. Yes, we zijn weer onderweg. Even trek in de Pizza Hut. Ja, dan gaan we dat toch halen. Deze is net geopend bij ons hier. Gisteren geloof ik. Dus we gaan gelijk halen. Ik ga gelijk halen. Ik heb geen idee waar het is. Het schijnt heel dichtbij hier te zijn. Ik ga de navigatie toch zetten. Spreek jullie zo. We zijn hier in de stad, man. Druk met carnaval. Net mijn pizza's gehaald. En we gaan de drukte in. Druk, druk hier in de stad. Laat je zo zien. Wat je allemaal niet voor je vrouw doet, hè. Wat je niet voor... Hè? We zijn geweest naar de Pizza Hut, man. Door een hele carnaval. Besef even wat ik nu zeg. Door een pleintje gaan waar de carnaval zich afspeelt. Moet ik dit beter uitleggen? Stel je moet naar de Pizza Hut in Rotterdam, maar er is carnaval. Dat heb ik dus net gedaan. Alleen in het iets klein. In ieder geval, we zijn weer thuis. Pizza Hut. Ja, baby. Dat ziet er goed uit. Kijk eens aan. We gaan even lekker eten, man. Vrouwtje zit nog met haar voetje omhoog. Doet super veel pijn. Dus ik ga haar even... Hey, toch? Beetje verwennen. Je weet. Tot zo. Yes, aan mijn vrouwtje, man. Ze heeft nog steeds super veel last van haar voetje. En ze kan gewoon amper oplopen. Dus wat ik denk dat we gaan doen is morgenochtend als eerst... gaan proberen om wat krukken te fixen, zodat ze in ieder geval wat kan steunen en niet de hele tijd die andere benen of voeten, beenvoet moeten belasten, want dan wordt het nog erger. In ieder geval, ik ben moe, signing out for the day, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en ik zie jullie weer morgen in een nieuwe vlog. Laters.